Welkom bij de Steady Podcast. In deze aflevering gaan we concrete adviezen geven voor je gezondheid. Met niemand minder dan Ruud Elvers. Wederom. <laughs> Wederom <ja>. Welkom weer. Steady <laughs> Elvers. Ruud Elvers. Ruud Elvers. Ja, dat is, uh, is Leijs, joh. Dat is Leijs. Ja, we, we zitten ook in Leijen. <laughs> je? Ja, ja. We hebben het net even over gehad. Ja. Hè? Leids praten, je? Ja, je, je. Ja. Ruud, vertel. Um, vraag. Eerste vraag aan jou. Als je maar één advies zou kunnen geven aan iemand, ja. voor zijn of haar gezondheid, wat zou mm -hmm. dat dan zijn? Mag er maar één geven? Eén. Dat is voor deze oude baas heel moeilijk, maar ik, voor de rest van hun leven. Ja, voor de rest van hun leven. Dan zeg ik, leef je licht en je zal een tijdloos wezen zijn. Wat bedoel je daar precies mee? Uh, leef in liefde, leef je eigen licht, zet jezelf in het licht. En als dat zo is, verlies je geen energie. En dus ben je letterlijk tijdloos. Je verliest geen energie. Je verliest je licht niet. En als je licht, zeker energie verliest, word je een eindigheid. Je valt uit elkaar. En als je licht bent, een licht is een alom aanwezigheid. Waar tijd niet bestaat. Dus leef je licht. En je wordt een tijdloos wezen. En wat is dan wezen? De betekenis daarvan is letterlijk dat wat is. En dat moet dus licht zijn. Oh. Oké, okay. nou dat advies ga ik je morgen knopen. <laughs> ga ik doorgeven ook. Yeah. En met al jouw uh, kennis en wijsheid die je in de afgelopen 69 jaar uh, hebt opgedaan. Yeah. Um, als we nu kijken naar het schoolsysteem. Nou, die is op een bepaalde manier. Uh, zit dat in elkaar. Ja. als jij nu één ding zou mogen veranderen aan het schoolsysteem, oftewel wat zou de jeugd mee willen geven, dat ene ding, um, wat zou dat dan zijn? Als je, uh, je stelt eigenlijk twee vragen. Allereerst, wat, uh, wat wil je veranderen aan het schoolsysteem? Het schoolsysteem pak ik dan even bij elkaar tot en met de puberteit. Ja. Uh, de universiteit en alles wat erna komt, dat laat ik even buiten beschouwing. Um, inclusief overigens het onder, uh, het universiteit. Het hele schoolsysteem. Zie ik als scholing. En waar scholing start, houdt educa educatie op. Laat dat maar even inzien. Waar scholing start of scholing aanwezig is, houdt educatie op. En daar hang ik straks wat ik wil veranderen aan. En het hele scholingssysteem tot en met de universiteit. Zijn zeer gekaderde denkwijzen die niet in systemen denken. En wat vertelt nu het boek van de vijfde discipline van Peter Zenge, Denk in systemen. Je bestaat niet als isolaat in je eentje. Je bent een systeem. Je bent een verbond van verbanden. Je bent een relatie. Zelfs innerlijk is er een relatie tussen het mannelijk en het vrouwelijk. Tussen het hoofd en het lijf. Je bent een verbond van verbanden dat leeft in een systeem. Dus je moet in systemen leren denken. Dat doet de school niet. Die zegt, hier heb je een vraag, wij geven je het antwoord, kakel dat na en je krijgt een duimpje in de vorm van een diploma. Dus er wordt niet in systemen gedacht. Er wordt rechtlijnigheid gedacht. Hoe kan je nou in godsnaam dat, dat noem ik dan scholing, mm -hmm. dat is niet educatie, want educatie is leren in systemen denken. Dus als jij als systeem, als verbond van verbanden, wat we lichaam noemen, waar een geest in zit, dan moet dat leren denken in systemen. En dan moet hij in eerste instantie zijn eigen systeem begrijpen. Wat is zijn lijf? Wat kan het aan? Wat is mijn ziel? Wat, wat betekent ziel? Hoe kan ik ontdekken wat mijn bezieling is? Nou, daar komt weer dat hele verhaal van licht. Enzovoort. Wat ik daarmee wil zeggen is: als ik iets zou veranderen. Zou ik het systeem van lagere school minstens met één, twee jaar verlengen? Om meer tijd te schenken, om in systemen te leren denken. Waarmee de druk en de tijdsdruk wegvalt. Waardoor er tijd ontstaat voor educatie. Van wat educatie? Van leren wat je lijf en je ziel is. Van leren wat liefde is. Van leren hoe je. Tot verlichting komt. Ver leren hoe je tot sociale relaties komt. Mm. die niet in haat met elkaar leven. en in afgunst van elkaar leven. maar in liefde en verdraagzaamheid met elkaar leven. Als je dat leert aan kinderen. dan leren ze in overgave te zijn. Ze durven het leven in te springen. Waarom? En ze, ze durven het ravijn in te springen, als het ware. En dan genieten ze van de val, omdat ze de landing vertrouwen. Want dat is in systemen denk. Dus minstens het lagere school, minstens met één jaar, maar het liefst met twee jaar verlengen. Waarbij er ja. veel meer ruimte ontstaat voor systeemdenken. Waarbij je uiteraard moet reken, leren rekenen en, en, en taal en de buitenlandse talen enzovoort. Want dat hoort bij het systeem. Maar het systeemlichaam is het systeem wat je moet presenteren in de wereld. Inclusief zijn geest die daarin hoort. En daar moet ik zelf zelfhandhaven zelf handhaven en zelf helend in zijn. Maar dat wordt op de school niet geleerd. Hoe ik dat kan zijn, zelfstaand, zelf en, enzovoort. Nee, het gaat alleen maar om rekentaal taal en vaardigheden die de economie van me eist. Dus ik word verslaafd. Verslaafd aan het jagen op geld, het jagen op bezit. Maar wat bezit ik niet? Mezelf. En ik beschik daarmee ook niet over mezelf. Ik ben het bezit van het andere. Ik ben het bezit van een dikke bankrekening. Ik ben het bezit van mensen die chronisch zo staan. Dit mag niet. Dit, en bied je arm is aan voor een prikkie als er een virus voorbij gaat. Dan ben je toch niet in zelfbeschikking. Dan ben je niet je eigen licht. Dan leef je niet je licht. Je leeft de duisternis van het andere. Je bent opgehangen aan een systeem. Waardoor je niet in harmonie kan leven? Waardoor je niet in harmonie kan leven. Niet ineens met jezelf, maar ook niet met het systeem. En dus. Wijs ik het systeem, de ander af? Dus zie ik dat als vijand? Want ik moet me onderscheiden. Nee, Peter Zenger zegt: maak, maak jezelf meester van vaardigheden en competenties en draag dat uit. Neem en schenk terug. En ik moet in systemen denken. Dus een ander hoort ook in dat systeem. Kijk eens goed naar de natuur: de savanne zitten allerlei roofdieren, maar ieder heeft een beetje zijn eigen. En alle planten en alle kleine diertjes, allemaal hebben in hun eigen laag bewegen ze zich. Met hun eigen voedingsniche, hun eigen territorium. Hmm. Maar het is een systeem wat bij elkaar totaal van de natuur schenkt. Maar dat doen wij niet. Wij onttrekken zich uit het systeem. Vinden onszelf als godheid zo belangrijk. Dat zit dan hier. En dat moet zich dan meten met de machten van een ander. En dat noemen we dan: ik jaag op macht, op geld en op bezit. Vergelijken. En Vergelijking. Ik, ik leef in vergelijking met anderen. Nee, je moet niet in vergelijking met anderen zijn. Je moet in harmonie met anderen zijn. Dus, verdraagzaam. Nou wil ik... Ja, dat is één. Dus, dat, dat zou ik introduceren. En dat, dan zou ik dus ook de, de, de middelbare school, le, uh, school met minstens één jaar verlengen. Om, zeg maar, twee tot vier jaar te creëren voor dit. En dan... Jaag ik niet meer achter ideaalbeelden aan. Als ik dat bezit, want dan beschik ik over mezelf. Ik ben een zelfstandig individu, zelfstaand, zelfredzaam, zelfhandhaaf, zelfhelend. Ik ben van niemand afhankelijk. Niemand. En ik laat me ook niet dicteren, want dat doe ik zelf. De enige dictaten die ik mezelf schenk, ben ik zelf. Is het ook niet mooi bijvoorbeeld als man en vrouw om afhankelijk van elkaar te zijn? Herhaal het is. Is het ook niet mooi om bijvoorbeeld als man en vrouw juist afhankelijk van elkaar te zijn? Nee. Omdat je elkaar aanvult in plaats van... Nee. Je moet onafhankelijk van elkaar zijn. Als je afhankelijk bent, ben je opgehangen aan het idee dat je pas jezelf welzijn kan vinden als je goedkeuring hebt van de ander. Als je... Dus, nee... Je bent, als je afhankelijk bent, ben je niet een zelfstandig zelfstandigheid. Beide partners moeten ademruimte schenken, letterlijk aan de ander. Dus de ander hoeft bij wijze van spreken niet eens te zeggen, ik ga weg en hoeft niet eens te zeggen waar hij heen gaat. Dan ben je onafhankelijk hmm. en onafhankelijk van het oordeel. Dat is totale vrijheid. En dan nou ga ik terug naar liefde. Alles wat afhankelijk van elkaar is, dat houdt van elkaar. Oftewel, ze houden van bepaalde aspecten in die ander. En die, and, die aspecten van die ander zijn altijd de, de vreugde, de verdrietjes en de pijntjes. die ze van zichzelf in de ander herkennen. Maar er zijn andere eigenschappen waar ze niet van houden. Waar ze eigenlijk van walgen. Gevolg daarvan is. De, ze hebben beide vanwege die walging een beetje invloed op elkaar. Ze kunnen elkaar manipuleren. Namelijk. Uh, Bepaald gedrag van jou doet mij pijn. Dan ga ik zeggen, dat moet je niet meer doen. Je moet dat en dat doen. Of je gaat zeggen, waarom zet je dan nou chronisch je theekopje op de tafel in plaats van op de aanrecht? Ja. Ja? Nou, al die dingen, dan krijg je dus wrijving. En dat, ja. Nou, in liefde hoort dat niet te zijn. In liefde is een zijnsvorm die is aanwezig in totale verdraagzaamheid. En als ik nou dat. dat we hebben het net over liefde gehad. Als ik dat herhaal, zeg ik: liefde is een onbegrensd gevoel van begrip. Whatever you are. Ik begrijp dat. En ik omarm dat, want ik aanvaard het. En ik vertrouw dat als zijnde waarheid. Ik ben een eenheid met mezelf. En daardoor. Jij ook, we zijn twee eenheden. die volledig onafhankelijk zijn. van het oordeel van het ander. maar ook niet meer oordelen en veroordelen. Dus dat schenkt eenheid, dat is dus eenheid. Wat schenkt die eenheid? Als mens zijn. Dus als je letterlijk het mannelijke vrouw ook goed in balans hebt. en je bent een eenheid, dus je bent in liefde met jezelf. meedoen als je je lijf hebt belast enzovoort. Het hele verhaal hebben we net verteld. Wat schenkt? Wat schenkt? Wat schenkt dat? Verdraagzaamheid. Ik, ik, nee, dat is liefde. Liefde is dus onbegrensd gevoel van mm. begrip, mm -hmm. vertrouwen en uh, onvo onvoorwaardelijke ervaring. En dat is de expressie van eenheid. Ik ben een eenheid. Als ik een eenheid breng ben, dan heb ik een soort christuskracht, als het ware. Ga ik, lees de Bijbel maar eens een stukje. Dan ben ik een soort godskracht. Ik ben een eenheid. Een eenheid van het duivelse en het goddelijke. Een eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke. Een eenheid van de duisternis en het licht. De eenheid van haat en liefde door elkaar. Want ik moet kunnen vernietigen in het leven. Ook als dier. Dus ik moet de duivel kunnen zijn. Anders overleef ik niet. O, Grappig, dus als ik dat onder controle heb. die haat in me. dan is er ruimte voor liefde. Dus ik moet het duivelse zijn in de kern. om mezelf te kunnen verdedigen, om over mezelf te kunnen beschikken. Dus ik moet tegen een regering kunnen zeggen: Ga nou maar even weg. Met je prikkie. Dat recht heb ik. Ja? En dat, uh, uh, daar hoef ik niet om veroordeeld te worden. En als ik wel er om veroordeeld word, dan deert het me niet, want ik beschik over mezelf. Ik sta daarvoor. Ik ben trouw aan dat wat ik ben. Nou, als je dat bent, die eenheid, en die zelfstandige, zelfstaande individu, hoe ik, hoe ik zeg, uh, uh, zelfstandigheid. Ja, hoe moet ik dat maar te zeggen? Dan heb je Godskracht. Dan heb je Christuskracht. Dan ben je orgastisch geladen. Nou, wat wil ik daarmee zeggen? Dat is dat je dan zo hoog in je energie bent dat je dan letterlijk gezond zijnsvorm hebt. Wat schenkt dat? Die kracht. Verdraagzaamheid. Draagkracht. Ik kan mijn eigen kruis dragen, toch? Overgave. Let, niet overgave, het gaat door de knieën heen. Nee, overgave. Ik geef me al mijn energie en licht vrij. En ik ben niet bang dat dat vernietigd wordt. Ik heb daar geen angst voor. Dat het, want ik heb zoveel energie dat het altijd blijft branden. Ik schenk dat. Overgave. Wat nog meer? Oordeelloosheid. Ik heb geen oordeel meer. Maar jij mag zijn zoals ik ben. Mag zijn. Ben angstloos dus. Oordeelloos, angsteloos, geen verdriet meer enzovoort. Het is er wel, maar, nou ja. Uh, en uiteindelijk, wat schenkt dat bij elkaar? Vrijheid. Je bent totaal vrij. Vrij van insnoeringen, vrij van beknellingen, vrij van familiaire uh, uh, richtlijnen, weet ik voor wat. Niet. Vrij van kaders. Vrij van kaders. Hm, mooi, mooi. Dat. En dat zit niet in ons onderwijssysteem en dat moet je leren. Het gevolg daarvan, van dit geheel. Wat creëer ik dan? Wat leef ik dan? In wat voor soort uh, zijnsvormen leef ik dan? Dat noem ik geluk. Dat is nou geluk. Ik leef in geluk. En dat overstijgt het gevoel gelukkig zijn. Hmm. Dus je kan aan de woordkeuze van. Ja, ik, ben, ik ben gelukkig. Leef dus niet in geluk. Want dan zou die andere. An, het woord geluk gebruiken. Ik leef in geluk. Ja? Uh, nog zo'n voorbeeld. Ik vraag wel eens in, in, in de supermarkt of wat dan ook: kunt u hem even helpen? En dan helpen ze me en dan zeg ik: dankjewel, jongeman. Weet je wat 99,9% van de jonge mannen en jonge vrouwen zeggen? Geen probleem. Dan denk je dus in problemen. Maar dit was niet het probleem. Als je niet in problemen leeft, dus niet in stress enzovoort, en dus doet wat je. Ik geef me over aan die situatie, wat zegt hij dan? Met liefde gedaan, of in ieder geval met genoegen gedaan, graag gedaan. Ah, leer luisteren naar mensen. Mensen zeggen ook wel, als ze een advies krijgen van jou, ja, dat neem ik ter harte. Dat ga, ik ga dat zeker proberen. Ik laat het even inzinken. Nou, dan weet je. Bo gebeurt niks. Hm. Leren luisteren. Waarom? Omdat ze zich niet durven vrijgeven. Omdat ze niet in zelfliefde leven, niet in geluk leven. Ze durven niet eerst los te laten exact. van de oude denkpatronen ja. van de oude ja. uh, gewoonte, ja. etc. Nou, en dat moet je dus leren in het onderwijssysteem. En dat is systeemdenk. En dus ook leren kinderen dat ze, als ze in een bepaalde situatie zitten. die hen beangstig, zeker eh, onderbuikgevoelens geeft. of waarvan ze gaan zweten. hoe dat komt en wat je daaraan kan doen. om eh, dat te vermijden of te helen. En dus letterlijk te zeggen: maak van je hart geen moordkuil. Uit jezelf. Slik dat niet in, maar vertel het. Vraag: waarom doe je dit met me? Of ik, stop, hou op, schij uit. Ik wil dit niet. Dat is van je hart geen moord kan maken. En dat is dus letterlijk een psychisch vacuüm creëren. Wat we net ook hebben gezegd: het afwijzen van het slechte, maar het omarmen van het goede. Dus als ik zeg: en nou rot je uit mijn leven vandaan. Want je zuigt alleen maar energie. En je spant me altijd voor het karretje, maar ik krijg niks van jou terug. Dan is dat een psychisch vacuüm creëren. En wat ben ik? De duivel. Dat mot ik kunnen zijn. Heb je het idee dat deze veranderingen ooit uh, ook uh, werkelijkheid worden in het uh, onderwijssysteem? Nee. Dus? Behalve als je Steiner volgt of uh, Reisdorp ja, enzovoort. Zullen maar zullen zelf is, daarin moeten doen. Ja, het, het, zijn, het zijn niet mijn ideeën. Het zijn gewoon... Ik kakel iets na in mijn eigen woorden wat ik tot me genomen heb... omdat het met mij resoneerde. Ja, 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 ja. En het resoneert niet de, de, deze ideeën van die mensen... van Rudolf Steiner bijvoorbeeld... Met de machten die het geld beheren. Want de machten die het geld beheren, creëren letterlijk bewust uh, twee verdieners. Waarom? Dan heb ik er twee die verdienen. Punt één kan ik dan daarna alle prijzen omhoog doen, zowel van voeding, van huizen enzovoort. Want als ik er maar één inkomen heb, kan ik mijn prijs niet opstijgen. Dus prijsstijging. Twee, wat creëer je nog meer? Splijting. Ze zien elkaar minder. Drie, twee ouders. Daar zit een x aantal kinderen tussen. die niet de juiste aandacht krijgen, die raken geïsoleerd. Nou, daar weten we wel wat op. Schenk ze een natte droom, die noemen we telefoon. en ga rustig gamen. Huh. Wat creëer ik? Angstig volk. Ja. Wat creëer ik? Een kudde die als ze ergens het licht zien... van een of ander drankje... die vleugels belooft... dan gaan ze het allemaal drinken. Want het, inderdaad, het tilt je even op. En, zo, en de mooiste van de mooiste van de telefoons. Dan moet je weer een of ander ding wat openklapt. Ben ik weer daaraan verslaafd? Ga nou eens kijken wat... We, iedereen wordt verslaafd. Het, uh, 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 letterlijk opgehangen aan verslaving. En het is letterlijk wat je ziet... De staatsloterij. Uh, Badcity.nl. Uh, uh, vriendenloterij. Hoe, weet ik veel wat ze. Te zot voor woorden dat je dat als regering toestaat dat je je volk verslaaft aan zoiets. en daarmee geld laat uitgeven. Waardoor ze geld aan hun kinderen en enzovoort niet eens kunnen onderhouden. Een grotere splijting creëer je niet. Een grotere armoede. Te zot voor woorden. Nou, denk je nou werkelijk dat die het onderwijssysteem gaan doen zoals ik dat voorstel? Zoals ik dat voor ogen heb en zoals Steiner dat voor ogen had, ben jij bedonderd? Dan stort een heleboel in elkaar. Economisch gezien, financieel. Maar het is zo hoe jij erover denkt. Zo ja. denk ik erover, ja. ja. ja, ja. ja. En de, dus, um, ja, en daarmee zou eigenlijk de hele wereld uh, uh, anders gaan leven. Veel verdraagzamer, veel verdraagzamer. Oké, okay, volgende concrete vraag. Ja. Heb jij één kleine ritueel of gewoonte dagelijks die een hele grote impact heeft op jouw welzijn? Nee, die heb ik niet. Het enige ritueel wat ik altijd heb gehad is bewegen. Dat, ik moet bewegen, ik moet mezelf uitdagen tot het gaatje gaan. Echt. Letterlijk een... fysiek in beweging? Fysiek in beweging, ja. Maar het grappige is dat mijn geest enorm chaotisch is. Dus die is net zoveel in beweging. En die chaos heb ik nooit goed kunnen sturen. Totdat ik ging begrijpen en ging zien voorbij het kijken. En hoe kwam dat? Omdat ik mijn lijf onder controle had. Daardoor had, wist ik beter wie ik was. En ik ging mijn angsten aankijken. toen dacht, ik, ja. Ik kon dus letterlijk alleen staan en alleen zijn daardoor. Dus dat is het enige ritueel. Heb ik dan uh, uh, guilty pleasures? Ja, er is wel een guilty pleasure. Dat ik, ik hou ontzettend van een bakkie cappuccino. Dus als ik straks hier wegga, dan moet ja, ik bij de BP bij de BP even een <laughs> cappuccino. Ik kan dat, maar niet. Ik kan dat niet. Dat, dat schreeuwt gewoon. En dan denk ik, ah, dat denk ik nu al. Dat tilt me nu al op bij wijze van spreken. Ja, maar dat is geen ritueel. Dat is ritueel. Maar voor dat heb ik geen ritueeltjes. Uh, uh, als we het nu even hebben over. Uh, niet het fysieke, maar het mentale. Mm -hmm. Welke twee adviezen zou je hebben voor iemand die nu met mentale problemen komt? Ik zal eerst een zin zeggen. Daar zit het antwoord in begrepen en daar ga ik dan toelichten. Een mens. moet ver gaan om zichzelf. Te leren zien, te leren kennen. Een mens moet diep gaan om zichzelf te ontmoeten. En in de ontmoeting zit dus werkelijk het aanvaarden. Er zitten twee dingen: een mens moet ver gaan, dat is het fysiek, dus je, je moet echt fysiek sterk zijn om diep innerlijk te kunnen gaan. Als je dat, want je moet je al machtig voelen. Ik, wat er ook gebeurt, ik kom daaruit. Hoe ik ook land, ik sta altijd op. Dus ik moet er diep in. Dus Iemand die met mentale problemen zit, zeg ik letterlijk: ik geef je hier een halve banaan in een knapzak. Ik heb hier trek je bikini aan of je zwembroek. en op je blote poten wandel je naar Siberië en je komt terug. Dat is het enige. Je komt verlicht terug. Of, je bent er niet meer. En dat is dus letterlijk wat ik doe met mensen. Van de wal in de sloot helpen. En dan uiteraard aanwijzingen geven in die reis. Van wat moet je doen om fysiek, draagkracht, verdraagzaam te worden. Niet meer oordelen. Wat denk je dat die geest wordt? Totaal vrij. Dus, je, het, ik, het is naar mijn idee... Met alle ervaring die ik heb en alles wat ik gelezen heb. Onmogelijk om zonder fysiek sterkte mentaal sterk te zijn. En als dat mentaal sterk lijkt, dan is dat op wilskracht. En niet op moeiteloosheid. Nou, denk nu eens aan twee partners. Die werkelijk en liefde zijn, die leven in moeiteloosheid. Er is geen wilskracht meer. Hm. Ben je dan vrij? Als die twee in moeiteloosheid met elkaar zijn, dus geen oordeel meer hebben, die durven zich in heel hun naaktheid te tonen. Denk je dat die in 20 minuten klaar zijn met vrijen? <laughs> nope. Die strelen, die praten. Die zitten naar elkaar te kijken, vertellen waarheid, vertellen wat hun gevoel is, bla, bla, bla. Die geven zich letterlijk bloot. Letterlijk en op zielsniveau bloot. Die praten, die strelen. Dan worden ze steeds sensueler. Die gaan de diepte in. Die gaan de diepte in, met elkaar. De vrouw opent zich daardoor steeds meer. Die kerel, die werkelijk een eenheid is, die kan uitstellen. Die loopt niet dat ding achterna, die wil ook niet zo snel, maar ook naar binnen... Om even snel klaar te komen en daarna in slaap te vallen. En die vrouw denkt: was dit het nou allemaal weer? Ja, en zo gebeurt het uh, 9 van de 10. Nee, uitstellen, uitstellen. Dus de spanning ook in dat lijf van die kerel loopt ontzettend op. Dus je ja, huid wordt letterlijk orgasme. Dus als je die huid of die tepels er al aan gaat draaien, komt er al weinig orga orgastische energie vrij. Gevolg daarvan is, als je het dan als man maar uit kan stellen, en dus niet penetreert, maar wel haar clitoris bewerkt, en haar G-spot, dus die, 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 die framboostructuur aan die binnenkant, achter het oospubus wat daar zit, dat bewerkt, dan komt ze op die twee niveaus al klaar. Maar jij nog niet. Maar jij raakt steeds hoger opgewonden van haar natheid. En haar openheid, ze opent zich. En op een gegeven moment schreeuwt ze als het ware, neem me! Dan moet je penetreren, dat, dat voel je. Dat voel je. En als je dan penetreert, dan is jouw penis zo hoog orgastisch geladen. En haar baarmoeder zo hoog orgastisch geladen. Die komen letterlijk bij elkaar en dan fonkt het van het licht. Letterlijk licht. Dan komt zij op baarmoedelijk niveau klaar. En jij ook. Maar dit dat. Was het, dit was het antwoord als je ja, ja. mentale problemen hebt? Ja, <laughs> letterlijk. Als je, dan moet je dit gaan ervaren met jezelf. Ook je. met jezelf. Je. Dus wat ik daarmee wil zeggen is. Dat is tot orgasme is letterlijk totale overgave, totale vrijheid van alles. Dan ben je letterlijk spirit. Hoe kan je nou spirit zijn op dit niveau als je je lijf verwaarloost? Dat het uit elkaar valt. Dat er helemaal geen licht in zit. Er zit hier toch ook geen licht? Dan kan je wel zeggen ik ben verlicht. Ik kan wel zeggen ik ben mentaal sterk, maar dat is wilskracht. Ja. En dat is uitputtend. Dus stort je in kregen in elkaar. Nou, dan ben je 45 en loop je tegen allerlei auto-immuunziektes aan. Want je doet alles op wilskracht in plaats van moeiteloosheid. Omdat je ongevoelig bent. Dus je moet aan je lijf werken. Eerst je lijf. En dan gaat de geest mee. En dan kan je, zeg maar, door praten, zoals met man-vrouw praten. Maar dat kan ook een vriend zijn. En als je dan waarheid aan elkaar brengt dan verlicht je letterlijk de geest van een ander die vrij mag zijn. En dus dan is de boodschap aan degene die mentaal in problemen zit, creëer de juiste omgeving. En als dat een vrouw is, en jij past tijdelijk bij elkaar, en er is, maar op een gegeven moment is de wrijving en de walging zo hoog, ga dan in goede vrede uit elkaar. Creëer een andere omgeving. Dus zonder omgeving veranderen, en dat kan ook letterlijk zijn. Ik ga weg. Mm -hmm. Dus nog los van het feit dat je omgeving kan veranderen. Ik wijs slechte mensen af. Ik laat alleen maar goede mensen toe. Dat ook omgeving veranderen. Van baan veranderen. Uh, je hart volgen. Denk nou eens aan je hart met licht. vortex creëren waar we het over gehad hebben. Nou, maak jij maar van je hart een moordkuil. Slik alles maar in. En je, je volgt je hart niet, je volgt de dictaten van een ander. Denk je dat je hart. Uh, uh, dat er geen hartpijn ontstaan? Tuurlijk. Mm -hmm. Dat is een neuronaal netwerk daarbovenop dat hart dat net zoveel is als dit. Je hart denkt en voelt letterlijk. Als ik daarover praat, zijn we tien uur verder, dus dat ga ik nu niet doen. Dus de uh, adviezen die jij geeft voor fysieke en mentaal problemen. die is verschillen gelijk. eigenlijk niet veel? Nee. Nou. En dat begint dus altijd met. Uh, uh, fysiek bewegen, zoek het licht op, creëer licht, eet, het, eet wat anders. Dus uh, eet het juiste, eet licht. En dat zit dus altijd meer in eiwitten en vetten, zeker in deze regio. Uh, alcohol, totaal afwijzen, totaal afwijzen. High-fructose corn syrup, dus alles wat in koekjes en snoep en frisdranken zit, whatever, afwijzen. Want dat vernietigt neuronen, letterlijk. Uh, high fructose corn syrup is zo giftig, dus alles wat in koek en snoep zit, en in frisdranken, is zo giftig, dat het, uh, bepaalde, uh, dat het de energieproductie in de cel plat ligt. letterlijk plat ligt. dus het cel verliest zijn licht, verliest zijn voltage, en dat, de neuronen zijn daar het meest gevoelig voor, omdat uh, de, dat heeft met doorbloeding te maken. Het uh, is te moeilijk om uit te leggen. Die zijn al wat meer in hypoxie, en, uh, dus de doorbloeding is altijd wel al wat minder. En er is een enorme vraag naar uh, denken, een enorme vraag. Dus zeg maar, het aanbod en de afname ligt al een beetje uit balans in die neuronen. En als ik dan alleen maar high fructose corn syrup neem, dus chronisch aan allerlei energizers, denk ik, en aan de cola zit of uh, al die frisdranken. Eh, uh, ja, dan ben ik letterlijk... Uh, mijn energie depletie, dus er is geen energie meer. Ja, en dat valt mijn neuronen uit elkaar, valt gewoon mijn hoofd uit elkaar. Letterlijk vallen de gaten erin. Nou, dat heet dan uiteindelijk iets van Alzheimer of MS of ALS of Parkinson enzovoort. Het hangt allemaal aan, aan, aan dit... Niet alleen, aan, niet alleen aan dit, omdat angsten daar ook een rol in spelen. Maar angst zuigt dus zoveel energie. Dan moet ik juist mijn hersenen voeden met het juiste. En als ik dat dan niet doe, door alleen maar met frisdrank en alcohol te drinken... en nog de rook ook, dan gaat het hier versneld. Dus het is een, ook dit is een systeem waarvan ik nu er even overheen vlieg... om te zeggen van, het zit heel ingewikkeld en heel gecompliceerd in elkaar... maar begrijp je het, dan is het niet ingewikkeld. Maar als je flink adaptief bent... Kan je wel af en toe even iets nemen toch? Ja. Dan maakt het geen donder uit. Oké. Mooi, mooi. Dan mag je zelf wat roken. Dan mag je zelf als je werkelijk hoog additief bent, dan is zelfs die prikkel van alcohol of roken of drie dagen vol vol eten met suikers, is een prikkel om het om te draaien. Het is een stressor die het niet gewend is. Ik denk, denkt, Pot, verdinkt, wat moet ik hier nou mee? Maar daardoor is, ben je de, kan je dit blijven herhalen. Ja, dus het, je ja. maakt, het maakt je juist dus ook hoog adaptief Door af en toe zulke soort rare prikkels te geven aan je lijf. Inclusief, is twee dagen je helemaal saf roken bij wijze van spreken. Terwijl je nooit rookt. Ik noem maar een ja. je? Dus ook dat is prikkelen, prikkelen, prikkelen. En als we nu eens even teruggaan in de tijd, Ruud. Welke adviezen zou jij je twintigjarige zelf geven? als je dat nu zou mogen zeggen tegen je maak van je hart geen moordkel en sta voor wat je bent en dat heb ik niet gedaan ik heb te veel van mijn hart een moordkel gemaakt dus mijn oor laten hangen naar de dictaten van uh, het gezag en dat gezag waren natuurlijk mijn vader en moeder en later de school enzovoort en de baas uh, en sta voor wie je bent en ik heb pas veel later ontdekt wat ik werkelijk was en dat moment der momenten was het moment dat ik Viking Tom, ik ben Viking dat was eigenlijk 33, 34, 35, zoiets. Ja, en uh, grappig is dat dat weer aan de ontwikkeling bij de, uh, de, de voorkwabben. Die ontwikkeling van uh, een kind in de baarmoeder ontwikkeld, wordt niet aangelegd die voorkwabben. Ja, er zitten wat neuronen die uit kunnen groeien. Maar zodra het kind ter wereld komt, gaat dit groeien. Mm. En die groei bij de vrouw gaat wat sneller. Die zijn dus eerder volwassen. Vertonen dus iets eerder volwassen gedrag. Wat wij dan als volwassen noemen. Ja. En een kerel blijft veel langer kind. Dat houdt wel aan tot 36. 35, 36. Dus kerels kunnen uh, lachen om pis- en poepgrapjes. En de vrouw doet. Dus. Dan je hem weer. Want dat is net niet volwassen. Snap je? Dus dat hangt letterlijk aan dit. Dus... Uh, je hart uh, geen moordkuil maken? Van haar, en sta voor wat je bent. Voor wie je bent. Dus sta... Cre uh, dus dan moet je eerst weten wie je bent. Wie en dan je moet je doen. dus je lijf. Wat right. kan dat aan? Al, die Almacht. En als je dan. zat ik, ik ben Viking. Wak. Toen wist ik wat ik was. En als je nu uh, een gigantisch billboard zou hebben. die door echt miljoenen mensen gezien zou worden. en jij mag daar één boodschap op zetten. welke boodschap zou dat dan zijn? Uh, Leef je licht. De je. Word je een tijd, dan ben je een tijdloos wezen. Volgens mij zijn we hiermee begonnen. Hé, hey, een, cirkel. Nee, een, cirkel, ik zie een maar cirkel. Maar dat is het letterlijk: leef je licht. En creëer je eigen licht. En laat je niet, wees niet afhankelijk van belichting van een ander, want dan ben je in afhankelijkheid. En dan ga je jagen op dat licht die je van een ander moet ontvangen. En dat licht is dan een schouderklopje: goed gedaan hoor. Ben je volledig opgehangen aan de goedkeuring van een ander? Nou, dat moet je ook in een huwelijk niet hebben. Snap je nu mijn. Mm -hmm. uh, wat ja. uh, ja? Ja. Ja. En tref je dat in een huwelijk, dan is het oké okay voor dat moment. Maar kijk het aan. En klets erover. Want die prikkel van verdorie, we zijn opgehangen aan elkaars afhankelijkheid. Mm -hmm. Dat mot eruit. Want anders groeien we uit elkaar. Wat ook oké okay is, want dat is dan. Nou, eenmaal een noodzakelijkheid. Want het is natuurlijk niet toevallig dat dat, dat dan gebeurt. He, dat, dat kom je toevallen? En ook het besef dat in die situatie zit, kom je dan toevallen? Dat is het lot. Komt in één keer frik, dat besef. Nou, dan is het tijd om ieder zijn weg te gaan. En niet te blijven hangen. Want blijf je hangen in die, in die afhankelijkheid, dan worden beide ziek. En hoe kan je dat ziek zijn als eerste zien? Ze worden lusteloos en moe. Ze gaan elkaar ontwijken. Ze krijgen allerlei ruzietjes wat niks. En ze vervetten. Dus uh, loslaten is een echte life skill. Ja, in die zin loslaten dat je... Uh, er letterlijk afstand van moet nemen. En dat, dat loslaten noem ik, noem ik dus letterlijk vacuum creëren. Wijs af. Datgene wat je energie kost. Of leegzuigt, of hoe je het ook wil noemen. Wat jou kwaad doet. En dat is, dat, kan je, dat, we, dat, is, dat is actief loslaten. Er iets aan doen. Om een andere omgeving te creëren. En dat is net iets verder dan loslaten. Want als ik in een situatie blijf hangen van afhankelijkheid. En beiden zijn afhankelijk. En beiden hebben hun eigen walgingen. En hun eigen dikjes en datjes. Dat ze eigenlijk. Dat moet je maar mee doen. Enzovoort. Hoe krijg ik dat los? Als ik dat loslaat, dan verandert er niks. Ik kom dus niet tot groei omdat ik dat loslaat. Nee, ik moet kan pas tot groei komen als ik zeg. Ik wijs het af. Dat is iets anders dan loslaten. Er wordt wel gezegd: je moet je eigen ego loslaten. Ego betekent ik ben. Het is je zelfbeeld. Moet je dat loslaten? Nee, je moet het laten groeien. Dus dat wat is, is dat wat is op dat moment. Dat moet je gewoon vorm geven en meer licht geven. Waardoor het kan groeien naar een andere dimensie. Laat je hem los, je ego. Dan ben je identiteitloos. Hoe kan je dan nog groeien? Of overleven. Of overleven, kan niet. Dus je moet je eigen ego niet loslaten, nee. Je moet het een andere vorm geven, een hogere dimensie van zijn schenken. Nou, daar moet ik wat voor doen. Daar moet ik moeite voor doen. Wat? Nou, face of fears en alles wat we steeds besproken hebben. En lijf. Almachtig voelen. Orgastisch geladen zijn. En nu zullen mensen zitten luisteren en te kijken. En die denken: Kijk, okay, maar hoe ga ik dan nu. Alles wat ik nu heb gehoord. Al deze adviezen. Al deze oefeningen. Hoe ga ik dit nu in mijn dagelijks leven integreren? Nou, kijk eerst. Waar, ga, waar moet ik beginnen? Hoe ga ja. ik aan de slag? Wat kan ja. ik doen? Nou, kijk dan eerst eens. Hoeveel, hoeveel uur heb je per dag beschikbaar? 16 uur. Als je 8 uur slaapt. Heb je 16 ja. uur? Ja. ja. Maar ook die 8 uur heb je beschikbaar. Dus wat is de recuperatie? De recuperaties, dat is diep slapen. Dus ik moet zorgen dat ik diep slaap. Waardoor ik in wedergeboorte op kan staan, in volle orgasme de wereld kan, aan kan. Hoe kom ik tot vol orgasme? Dan moet ik bewegen in het licht. Dus is, een van de dingen is, ik besteed zoveel tijd aan mijn werk. Ik moet zorgen dat ik tijd inbouw. Voor bewegen, voor kou, voor prikkels van hitte en kou. Dus koud douchen, af en toe is naar de sauna gaan in de hitte en dan de zee induiken. Dus ik moet tijd inruimen voor de creatie van licht door mijn lijf te stresseren. Doe je dat niet? En dat je één keer in de week op een lichtfiets gaat liggen in de sportschool met je telefoon in de handen, nou doe dat nou maar niet. want dat helpt niet. Nee. Dagelijks. Als je opstaat in wederopstanding, dus diep geslapen hebt, omdat je overdag het juiste hebt gedaan en gegeten, dan kan je diep slapen. Dan durf je los te laten. Dan durf je zelf over te geven, overgaven aan de slaap, wat eigenlijk een soort pseudo dood is. Nou, en dan uh, wat moet je dan doen? Als allereerste sta op, beweeg. Ga naar je balkon, ga naar de tuin, doe huppelsprongetjes, doe push-ups, doe. Uh, Squatbewegentjes. Pak een ketterbel. Uh, ga een bal uh, tegen de muur aanwerpen. Weet ik, uh, uh, je hebt van die slam balls die je op kunt tillen. heel tegen de grond kan uh, doen. Of, of de lucht inwerpen. Beweeg twintig minuten. En wel zo hard dat je hard. Dat je zegt. Ja, dan breng ik licht in. Nou, wat moet ik dan doen? Neem eens een, uh, war een half uh, een warm glas uh, zeezout. Dus neem een kookwater, gooi daar een, een, een theelepel zeezout in. Doe er wat koud water bij dat je kan drinken. Klok klok op. Wat doe je? 84 elementen inbrengen. Elektrolyten. Wat is licht? Elektrolyten, die we dan fotonen noemen. Waar zitten ze in? In zee, water. Nou, dat moet ik er drinken. En niet het water uit een fles of uit de kraan. Daar zit die elektrolyten niet meer in. Dus ik moet letterlijk elke dag hoofdpijnen of migraine aanvallen. Hè? Die heb ik heel veel gehad vroeger. Tot ik ontdekte: vrek. Als ik twee eetlepels, anderhalf tot twee eet, eetlepels zeezout in zo'n theeglas gooi. en ik drink, dat zei iemand, een neurochirurg. Drink het op. Migraine verdrekt. Waarom? Ik breng zoveel licht in mijn hoofd. Het is daar duister, daar is het migraine. De, uh, migraine is letterlijk een walgingsreactie, het is letterlijk een histamine-reactie. En histamine is allergie. Dus er is een allergie bezig. Van wie? Van jezelf, omdat je je hart niet volgt. Je zit in een situatie waarin je blijft hangen, waarin je je afhankelijk voelt, waarin je je gevangen voelt, onmachtig voelt. Dan walg je toch van jezelf, dan krijg je migraine. Of je darmen gaan uh, wat doen. Ja, dat noemen we dan kronen enzovoort. En allerlei variaties. Uh, of dat, gewoon, al, al is het alleen maar verkramping, alleen, uh, weet je wel, dat, zulke soort dingen. Dat zijn allemaal allergische reacties. Allemaal allergie, allemaal wal. Ik walg van mezelf. Ik walg van de situatie waarin ik nu beweeg. En ik voel me onmachtig om daar een eind aan te maken. Nou, daar moet je er moeite voor doen. En dat begint met fysiek te bewegen. Dat heb ik nog duizend keer gezegd. Dus als je opstaat, beweeg. Neem een glas water, zeezoutwater. En ga douchen of ga in een bad. Koud. Nooit meer warm. Warmte schenkt. Uh. En we gaan het doen. Maar je had het ook over hitte en koud dus. Ja, hitte en koud. Dus je kan wel heet douchen. Ga die prikkeling. Eerst heel heet. En dan oh, de kou erop. Dat, hè? snap je? Um, dat kan. Maar ja, vooral bij 35e douche koud en alles is ijsbaden of in de sloten springen met de wind enzovoort. Maar dus als je af en toe naar de sauna gaat... Uh, is, dat, is dat, zo do, ja, 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 dus soms ga ik wel in een heel heet bad liggen. En dan meteen de kou erop en dan weer een beetje heet. En wat gebeurt er dan? Heet, alles staat open. Kou, alles staat dicht. Dus uh, ik moet enorm veel hitte gaan produceren. Dus ik moet er enorm veel vetten gaan verbranden. Enorm veel zuurstof wordt er gebruikt. Dus ik prikkel mijn lijf ontzettend. En daarna even dat doen. En dan weer in zo'n heet bad gaan liggen waar ik totaal open en dan eruit en dan laat uitzweten. Maar ik moet Is niet op mijn telefoon gaan zitten als ik net wel nee. nee. Nee, echt niet. Nee? Nee, echt niet. Om dat verhaal van die, dat hete bad af te doen, dan ga je zweten. En dat is detox. Dat is letterlijk detox. En niet een pilletje van uh, kruidvat, hè. Mooi. En als je nu met gezondheids. Uh... Uh, uitdagingen rondloopt en je wil ook dit soort dingen gaan toepassen. Dan doe je datgene wat je nu nog gaat vertellen, wat je nu verteld heb, alleen met mate. Dus wat korter, wat milder van intensiteit. Stop en voor dan opbouwen. Stap, voor stap opbouwen. Dus uh, je kan dan gewoon eens beginnen met te zeggen: ik sta op, ik trek mijn broek aan, ontbloot, in blote lijf, of is het t-shirtje aan. Ook al is het winter en ik wandel naar buiten en ik doe twee blokjes om en kom terug ga dan douchen. Dat is het begin. Je kan niet zeggen, ik heb het aan mijn hart, of ik heb dit en dat, en boah, even de vol op. Dat ja. moet je niet doen. Dus het gaat allemaal dan met mate. Als je de natuur, letterlijk de natuur, zegt, waar, waar is het wat is het overvloedige van de natuur? Je zal het niet weten, want ik stel de vraag verkeerd, maar dat doe ik een beetje expres. Wat, wat is het overvloedige van de natuur? Ja. Het is een paradox uiteindelijk. Denk energie, maar. Uiteraard. Ja, En de, hoe komt dat dat er energie is? Omdat er geen oxidatie is, omdat er licht is enzovoort. Daar hebben we het nu over gehad. Dus daar heb je gelijk in. Maar er is iets anders overvloedig. In de natuur. Het hele, ja, de natuur. Staat de koelkast om de hoek in de natuur? Dus wat is overvloedig? Schaarste. En wat doen wij? Geen schaarste. Er is overvloed en overvloed. Dat maakt dat we ziek worden. Omdat we niet in overvloed, in schaarste leven. Dus als de natuur zegt: ga eerst wat doen voordat je eet. Dus je mag niet eten, letterlijk niet eten van jouw DNA. als je niet bewogen hebt. Nou, sta je op, je kijkt op een blauw lichtlampje. en je gaat je boterham met haagslag eten. Of je met kaas, of, of die. Die, 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 die um, in bakies, kwark of vlaag, of weet ik wel, en dan gooi je al die cereals, so cereals in, en dan mag je er ook een paar besties op gooien. En dat is dan gezond, gezond. Of een zo zo'n, weet ik wat, flesje met, um, weet ik wat, wat erin zit. Kan niet. Je moet eerst wat doen. Dus sta op, beweeg. En als je systeem in orde is, heb je geen trek. Het hele systeem zegt: ik, je hebt geen trek, je hebt geen snacktrek. Dat is er niet, omdat ik beweeg, omdat ik er zelf licht maak. En dat licht is mijn energie. Dus daar kan je eigenlijk de hele dag mee door. En als je dan ook nog smiddags gaat bewegen, ergens in de loop van de dag, naar de sportschool gaat, hard gaat lopen, het fietsen gaat, intensief, en dat moet je ook steeds weer opvoeren, dan zegt de natuur: Goed, je hebt de hele dag gejaagd, je bent bezig geweest, ook mentaal, je hebt mijn dingen moeten, nu mag je eten. S avonds mag je de grote maaltijd uh, nemen ja. naar je werk? Nou, en dan zeg je. Ik heb dus in schaarste geleefd, in overvloed van schaarste van eten, maar heel rijk in licht. Dus ik ben overvloedig in licht, wat precies de natuur is. En s'avonds word ik beloond. Ik mag tot vrede komen. En als ik dan licht eet, dus eiwit, dus vlees en de vetten daarvan, en vis en avocado en een beetje olijfolie enzovoort, dat eet. Dan val ik letterlijk, laat ik me los. Ik, laat, ik geef me over aan de slaap, aan de rust. Waarom? Omdat er gewoon veel hitte geproduceerd wordt. Omdat ik licht kan onttrekken aan het eten wat ik gegeten heb. Eet ik s'avonds te veel suikers, dus pastas, uh, pizza, uh, uh, aardappeltje, weet ik veel wat. Al die, alles wat gelig is, alles wat zetmeel is, dat brengt te weinig licht. Dus op termijn slaap ik niet meer. Want ik, durf mezelf, ik kan mezelf niet... Overgeven. Volgens mij moeten we aan de slag gaan, uh, Riet. Eigenlijk is dit geheim. Nou, dat zou ik eigenlijk verder moeten uitwerken. Uh, 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 um, uh, om je dat beter nog duidelijker te maken. Maar, maar dit is met andere woorden: de natuur zegt: uh, je mag pas eten als je bewogen hebt. Dat is één wat je moet houden. Twee, beweeg altijd. En altijd intensief. En intensief naarmate afhankelijk van. Hoe gezond je bent. Hoe hoog je orgastische lading is. Bouw dat op. Oftewel, leven is licht. En licht is leven. Dus de essentie van het leven... is de creatie van licht. Hoe doe je dat? Bewegen. Koude prikkels, stressprikkels. Weet ik veel. Hitteprikkels. Al die prikkels waar we het over gehad hebben. En eet licht. Zonlicht. Ja. <laughs> zonlicht. En ja, uiteraard zonlicht tot je nemen. Als je dat doet langzamerhand, ook al heb je auto-immuunziekte, daar heb je dan niet zoveel last meer van. Hier gaan we mee afsluiten, Ruud. Dankjewel, dankjewel voor al je kennis en wijsheid die je met ons deelde. Dankjewel voor je antwoorden. En, uh, nou, ja, ja, ja. Wie weet Dankj weer dankjewel. tot de volgende keer. Hè? Ja, zo is het.